een dagje treinen. En dan een dagje specifiek treinen in de social coupé. Ja, de social coupé is de initiatief van Job Doets. Social coupé is, ik werd door Job getipt om daar een keer in mee te reizen. En de social coupé is eigenlijk de tegenhanger van de stilte coupé. Dus in de social coupé staat het netwerken, het contacten uitwisselen, het elkaar leren kennen. Dat zijn wel dingen die centraal staan in de social coupé. Wat ik wel ook een typisch eigen generatie-initiatief vind. Ik bedoel, de stiltecoupé bestaat al langer. Dat vind ik, dat gaan we dus zo onderzoeken of dat dan meer iets is van de vorige generatie. Maar ik heb wel het idee dat de social coupé dat er wel iets is van deze generatie. Van mijn generatie. Maar vind je het dan op de een of andere manier niet raar dat dat blijkbaar toch dit wel gefaciliteerd moet worden door een social coupé dat men echt met elkaar in gesprek? Nou, dat is niet raar. Het is niet raar, want mensen moeten soms wel even een drempel over. Maar er zijn ook genoeg mensen die mij vertellen, ik heb het wel vaker. En ik kan ook zeggen, eigenlijk is elke coupé, behalve de stilte coupé, een social coupé. We hebben eigenlijk aandacht voor dat je ook met elkaar in gesprek kan. Ja, maar wanneer het vaak gebeurt, is natuurlijk als er iets is, als er sneeuw is. Dat gaan mensen wel met elkaar in. En dan wordt het heel leuk in de trein. Het eerste wordt dan is er een auto van wat godverdomme doen en zo. En dan na 10 minuten of een kwartier denkt iedereen, ach jongens, wat maakt het allemaal uit? We zitten hier en we zitten allemaal precies in hetzelfde schuitje. Geen gezocht samenhorigheidsgevoel. Dat is leuk hoor. Ja. Dat is echt heel leuk. En merk je nou zeg maar dat social coupé, hè, dat echt bepaalde mensen trekt, dat het heel breed is? Het is eigenlijk heel erg breed. Het zijn jong, oud, alles. Eigenlijk alles en iedereen die komt er naartoe, die gaat zitten, die raakt met elkaar in gesprek. En de ene keer gaat het over Bert van Marwijk die opgestapt is, en de andere keer gaat het over Ben die een baan zoekt. En dat is eigenlijk wat het zo fantastisch maakt, omdat iedereen zijn kwaliteiten en zijn kennis en kunde wordt hier gedeeld. En dat is eigenlijk wat het leuk maakt. Dus het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit of wie of wat. Het is gewoon met z'n allen en samen. Dat is eigenlijk het geval. En dat is eigenlijk is dat heel erg leuk om te zien. Dat juist of je nou groen, geel, paars, oud of jong bent, dat het niet uitmaakt, maar dat iedereen alles met elkaar deelt en doet. Ja. Nou, je doet het samen met een compagnon, hè? Ja, we doen het met z'n tweeën. We doen het met Laurent Lubbers en ik. We doen het samen. Ja. En we doen het lekker met z'n tweeën. We hebben met z'n tweeën bedacht. We hebben een jaar geleden de NS benaderd hierover. Deze week hebben we uitgekozen en we zijn lekker op pad. Het is leuk. Het wordt een fantastische opvang. Ja. De NS doet super tof mee. Ja. Een hele team van mensen dat erachter staat en meedoet. En zelf ook vrij gepassioneerd vertellen over het idee. Ja, juist. En het idee daardoor eigenlijk nog groter maken dan wij het voor ogen hadden. Ja. Jij en Laurent komen met het initiatief. Dus het initiatief komt vanuit onze generatie. Ja, eigenlijk wel. Heb je het gevoel dat toch wel meespeelt in onze generatie? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik denk dat onze generatie misschien meer kijkt naar de mogelijkheden en kansen om dingen anders te doen dan het altijd al gegaan is. Ja. Je ziet namelijk ook, het is een mix van jong en oud, van reizigers die bij elkaar zitten. En, dus het had heel goed bij een ouder iemand vandaan kunnen komen, maar de generatie die nu is, onze generatie, die is wat, misschien wat meer van het, het is niet alleen een leuk idee, maar we gaan het ook gewoon doen. Ja. Want we hebben de middelen via Facebook, via Twitter, kunnen we heel veel mensen makkelijk bereiken. Ja. En op die manier kunnen we veel makkelijker verder dan misschien de wat oudere generatie. Ja, ja. Dames en heren, bijzonder goedemiddag. Mijn naam is Vincent Bijlo, ik reis mee in deze trein en ik zit in de achterste coupé, dat is de zogenaamde social coupé. De social coupé, dat is een coupé waarin je gezellig met mensen kan praten, waarin je elkaar vragen kan stellen. Het is een coupé, kortom, waar niet door telefoons gepraat wordt, maar waar gewoon analoog spraak gesproken wordt. Spraak die van
oor tot oor gaat door de lucht. Dus de achterste coupé van de trein, de social coupé. Waar je kan ouwe hoeren dat je erbij neervalt. Onrust genoeg de hele dag, dus altijd een beetje rust hebben in de trein. Dus, Zeg maar, als je informatie in je broekzak hebt met je telefoon, dan heb je andere mensen ook niet nodig. Dus daarvoor is een social coupé om dat weer op te lossen. Ja, iedereen zit met zijn telefoon en we moeten toch met elkaar praten. Ja, het is wel heel erg leuk omdat je heel goed. Vroeger ging je gewoon met je koets van Brussel naar Venetië toe. Ja, dan zat je tegenover mensen een paar weken lang en dan praat je wel. Ja, sowieso zegt ze dat het conservatorium het hoogste percentage burn-outs is. En een heel hoog stresspercentage, zeker gezien wat er nu met al die bezuinigingen en dat er nu helemaal niks meer, dat het voor muzikanten allemaal best wel triest uitziet. Ja, drukte, wat wil ik, wat, weet je wel, word ik dadelijk maar gewoon docent muziek of word ik toch, ga ik toch de hele wereld veroveren. En nou, het gaat het gewoon wel goed eigenlijk. Ik weet niet, het is meer, en de situatie is niet veranderd, maar je instelling verandert wel. Stress is niet gebonden aan drukte, denk ik. Stress staat los van drukte. Stress heeft meer te maken met hoe je zelf met de situatie en de drukte omgaat. Yeah, from city to city, it's 400 miles, and I'm bound to wake up every once in a while. Anything that I call out to somebody. Onze droom is dat er ooit een trein komt met erop het logo, dat dit logo gewoon heel groot op de trein staat. Dat we ergens een keer fietsen en dat daar een trein voorbij komt, helemaal met geel en blauw. Zodat de achterste coupé wit is, met erop social coupé. Zodat elke reiziger weet dat hij daar kan gaan zitten wanneer hij zin heeft in een gesprek of een vraag wil stellen. Want eigenlijk iedere trein een social coupé heeft. Dat zou wel het mooiste zijn. Ja.